Het is van belang dat de leerlingen van de verschillende middelbare scholen weten dat we morgen het werk zullen hervatten. En ik roep ze op, ondanks de minder prettige afgelopen periode, dat ze ervoor moeten gaan. De leerkrachten gaan zich inzetten om ervoor te zorgen dat we samen met hun de eindstreep zullen halen. We zullen alles eraan doen om deze moeilijke periode succesvol af te ronden. Ik wil bekennen, het is niet altijd even gemakkelijk geweest. Het was niet even gemakkelijk geweest. Maar aan de andere kant was het zo een dankbare taak, omdat wij allen ervan overtuigd zijn dat het onderwijs in een samenleving, in een land, een buitengewone belangrijke plaats inneemt. De basis van de ontwikkeling, de vooruitgang van een land. Des te meer, of daarom juist, hebben wij de inzet getroost om toch dit, ondanks alles, tot een, naar wij hopen, een succes te brengen. Ik vind dat datgene dat door alle die hebben meegewerkt aan dit resultaat is bereikt, het belangrijkste voor mij is. En belangrijk ook dat de leerlingen morgen, heb ik begrepen, wederom hun lessen kunnen gaan volgen. Dat is voor mij essentieel. Wat we dus nu hebben is dat het herwaarderingsprogramma per 1 oktober geïmplementeerd zal worden. Ja, dit jaar, ja. En dat wij dus, nogmaals, ik praat over een herwaarderingsprogramma. En het houdt in, behalve het beloningsgedeelte, belangrijker is zelfs het onderwijsgedeelte. En wij willen met het bereiken van deze overeenkomst de kwaliteit van die leraar verbeteren. We willen professionals hebben. En dat betekent dat de regering te degen zal moeten investeren in ons onderwijs. Ik wil wel niet morgen voor jullie maken. Wat we in de afgelopen periode hebben meegemaakt, dat het ministerie van Onderwijs, onder leiding van minister Peneu, de mensen die daar leiding geven, vaak gebruik maken van rancune. Ze zijn rancuneus. En we hebben dus aan de vertegenwoordigers van de regering duidelijk gemaakt dat wanneer we teruggaan naar het werk en het blijkt dat er maatregelen zijn getroffen tegen minimaal 1 lid, dat we morgen op straat zijn, ja. Dus we gaan terug naar school, maar als dat blijkt dat deze minister en zijn rancuneus team maatregelen treft tegen 1 docent, dan is er weer war. Laat die samenleving dat weten. Want hij intimideert de leerkrachten. Hij heeft geen respect voor de leerkrachten. Zelfs zijn directeur die zelfs aangeeft dat we blij moeten zijn dat we een job hebben. We gaan dit niet accepteren. En als hij zijn houding, of zijn attitude, als hij niet gaat werken aan zijn houding en zijn attitude naar de werkers toe, dan zullen we het moment bereiken waarvan wij zullen zeggen, we werken niet meer met de hele leiding van dit ministerie. In mijn optiek is er een getekend overeenkomst hier met duidelijke handtekening. En er is een overeenkomst. Wat de mening is van meneer Valies, ik kan helaas niet in zijn hersenen kijken. Toen hij wapperde met het principeakkoord, probeerde hij, zeker deze voorzitter, als onbetrouwbaar aan te merken. Er waren 2 documenten. Document 1, dat was het principeakkoord. En dat principeakkoord, dat heb ik meerdere malen gezegd, is niks anders. Partijen zijn overeengekomen dat. En dat wordt pas een akkoord als beide partijen met hun
mandaatgever ga afstemmen en goedkeuring krijg van die mandaatgever. En wat we hebben meegemaakt is dat hij beide documenten heeft getekend. En niet alleen hij, maar dat ga ik u zo meteen wijzen. Laat die gemeenschap zien dat hij een ordinaire leugenaar is. U ziet hier het principeakkoord getekend door alle partijen. U ziet de handtekening van mond van leraren, van de voorzitter, van de secretaris. U ziet hier de handtekening van meneer Nerkhuis van de Vos. U ziet hier de handtekening van de minister Peneu. En u ziet hier de handtekening van de heer Noersali. En u ziet hier de overeenkomst. Het akkoord. Hij is niet getekend door de bond van leraren. Hij is wel getekend door de heer Nerkhuis. Ik denk dat de regering echt dit moet naar de ENA moet bekijken. Want wanneer een minister daar staat en alleen maar leugens vertelt, dan kunnen we dit niet hebben. Want dat betekent dat je die samenleving misleidt. En op de koop toe worden andere mensen als leugenaar uitgemaakt. Ik vond het nodig om dit wel aan de orde te stellen, zodat die gemeenschap weet dat we daar een minister hebben die niet de waarheid spreekt. We waarschuwen hem. We waarschuwen hem en zijn leiding. Dat als ze aan één leraar komen, dat ze zullen merken wie de bond van leraren is.